Dit is het Weerjournaal van maandag 20 oktober met vandaag. Oktoberfest in Weert en warm weekend achter de rug. Dames en heren, een heel goede avond. We beginnen dit journaal met een aantal calamiteiten die dit weekend plaatsvonden in Weert. Te beginnen in Stramprooi. De brandweer werd daar zaterdag in de vroege ochtend gealarmeerd voor een mogelijk gaslek in een woning in de Karel Doormanstraat. Bewoners roken in en om hun woning een penetrante geur. De brandweer verrichtte vervolgens enkele metingen. Na een tijd zoeken werd in de keuken een licht verhoogde concentratie gas gemeten. Deze leverde geen gevaar op en dit was niet de geur die de bewoners eerder hadden waargenomen. Mogelijk betrof het een bepaalde geur van buitenaf. Na een tijdje keerde de rust in de straat weder. Zondagochtend werd de hulp van de brandweer van Stramprooi opnieuw gevraagd. Ter hoogte van de Belgische grens, bij Altweerterheide, waren koeien op de loop gegaan. Een aantal van hen was vast komen te zitten in de modder. Met brandslangen en touwen wist de brandweer de dieren uit hun benarde positie te bevrijden en veilig op het droge te krijgen. De koeien werden opgehaald door de eigenaar en weer op stal gezet. En tenslotte werden de hulpdiensten zondagavond gealarmeerd voor een ongeval op de Maarhezer Huttendijk. Hier was een automobilist tegen een boom gebotst. De bestuurder moest naar eigen zeggen uitwijken voor een dier. Zijn auto raakte zwaar beschadigd. De bestuurder werd ter plaatse nagekeken, maar hield slechts lichte verwondingen over aan het ongeval. 3 dagen lang stond Weert in het teken van het Oktoberfest. Deze 8e editie was groter en besser. Dit jaar natuurlijk weer veel bier, lederhozen en dirdels, maar wel meer show en spektakel. Oktoberfest Weert ging vrijdag spetterend van start in het Muntheater. Een goed gevulde zaal ging los bij een wereldprimeur op het podium. De nieuwe Weerter 70s slagersensatie Dali Dali gaf een muzikale show. Onder meer de Weerter artiesten als Jos Menne, Ton Wolter en Frankie Toussoen maken deel uit van deze 7-koppige band. Slagers en van artiesten als Heino, Danny Christian en Jurgen Marcus kwamen voorbij. Na afloop van de Dali Dali optredens ging de show verder met een afterparty in de foyer. Een dag later stond de Poort van Limburg op zijn kop. Zo'n 800 bezoekers zagen in de sfeervol aangeklede zaal optredens van Wierzien Spietse, Dieter Koblenz en Torsten van Liepe-Biesterfeld. Het publiek zong volop mee en het bier vloeide rijkelijk. Het Oktoberfest in Weert begon ooit klein en intiem in Café de Harmonie en is 8 jaar later uitgegroeid tot een grootse happening die een vaste plek heeft verworven op de Weerter evenementenkalender. Veel artiesten die zaterdag optraden gaven zondag acte de présence voor de echte diehards in de cafés de Tramhalt en de Harmonie, waar de standtafel als podiumdienst deed. En voor diegenen die geen genoeg krijgen van het Duitse bierfeest, die kunnen aankomend weekend terecht bij het Oktoberfest in Ospel. Edwin Weijers uit Leverooi werd zaterdag tijdens het 50-jarig jubileumfeest van Spiravi onderscheiden met een lintje. Al meer dan 25 jaar zet hij zich met hart en ziel in voor de lichamelijke gehandicaptenvereniging. Het jubileumfeest werd gehouden in kasteel Groot Buggenum in Gratum. Hier spelde lokale burgemeester Makkes van Nederweert bij Edwin Weijers de versierselen op die horen bij de benoeming lid in de Orde van Oranje-Nassau. Al meer dan 25 jaar zet de heer Weijers zich als bestuurslid in voor lichamelijke gehandicaptenvereniging Spiravi en is hij belast met werkzaamheden als de ledenadministratie, ziekenbezoeken en kerkelijke vieringen van de vereniging. In 2011 nam Edwin Weijers na 25 jaar afscheid als bestuurslid van SV Leverooi. Momenteel is hij bij de club nog actief als vrijwilliger. Ten slotte is hij al jaren verbonden aan de parochie Heilige Barbara Leverooi, zowel als bestuurder als als vrijwilliger. Na het opspelden van de onderscheiding nam Edwin Weijers de felicitaties in ontvangst van de vele aanwezigen op het jubileumfeest. De herfst is officieel een maand geleden begonnen, maar de zomer die laat zich maar moeilijk verdrijven. Dit weekend hebben we mogen genieten van de laatste zonnestralen. Dus trokken we er massaal op uit.
Velen kozen voor een heerlijke boswandeling in natuurgebied De IJzeren Man. Met een temperatuur op zaterdag van 23 graden was het heerlijk toeven buiten. Het record uit 1921 is verbroken. Toen werd 22,9 graden gemeten in De Bilt. 18 oktober 2014 is de warmste dag geworden sinds het begin van de metingen. En de eerste meting werd verricht in 1901. De bezoekers van het IJzeren Man-gebied werden getrakteerd op een demo van waterskiers. De vereniging ENTC gebruikte de prachtige nazomerdag voor een test van de waterskibaan. Het volgend jaar, vanaf 4 april, is de skibaan toegankelijk voor recreanten. De exploitatie wordt verzorgd door zwembad De IJzeren Man. Op de 804 meter lange baan kunnen 10 skiers tegelijk skiën. De snelheid kan variëren van 28 tot 58 km per uur. Iedereen die kan zwemmen mag in principe de baan op. En natuurlijk zijn er ook lessen te volgen. Op 4 april is de officiële opening. Maar er was meer te doen in recreatiegebied De IJzeren Man. Veel gezinnen bezochten de kinderboerderij. Ook de dieren genoten van de laatste zonnestralen en natuurlijk van alle aandacht. En na een stevige wandeling zocht menigeen het terras op. Die zaten ook weer lekker vol. Kortom, het waren gewoon dagen om te genieten van al het moois wat de natuur te bieden heeft. En wetende dat het na het weekend echt voorbij is, genoot iedereen dubbel van het heerlijke nazomerweer. Ja, en er volgen nu enkele korte journaalberichten. De onduidelijke verkeerssituatie op het stationsplein houdt ook de politieke gemoederen bezig. Op Facebook uiten de politici zich negatief over de veranderde situatie. Vaak wordt het woord chaos gebruikt. Dat hebben wij zelf ook zo ervaren, vandaar dat wij vorige week wethouder Litjes hebben gevraagd de nieuwe situatie uit te leggen. D66 heeft nu schriftelijk vragen gesteld aan het college. De fractie wil weten wat de exacte regels zijn en hoe dit gecommuniceerd gaat worden aan de verkeersdeelnemers. Fortvada en Weert gaat verder onder de vleugels van Van Mossel Groep. De directies van Fort Nederland, Vada en Van Mossel hebben overeenstemming bereikt over de overname. Hiermee is de continuïteit van Fortvada voor de lange termijn gewaarborgd. Van Mossel Groep is in 65 jaar tijd uitgegroeid tot een van de grootste en vooraanstaande automotive bedrijven in Nederland. Bij Van Mossel werken inmiddels ruim 800 medewerkers. Fortvada gaat onder de naam Mossel Weert Fort verder. Na 5 wedstrijden staan de volleybalsters van Ermato VC Weert stijf onderaan op de ranglijst. Dit weekend werd 2 keer kansloos verloren. Onervarenheid op het hoogste niveau en een te kleine selectie zijn hier debet aan. VC Weert speelde gistermiddag thuis in Sporthal Aan de Bron tegen titelkandidaat Sliedrecht Sport. De bezoeksters uit Zuid-Holland beschikken over een groter budget, veel meer ervaring en een bredere selectie. De Weerterploeg moet het doen met een bescheiden budget, een selectie van slechts 8 speelsters en slechts 1 van hen heeft ervaring op het hoogste niveau. Het krachtsverschil was zondag dan ook echt te groot. Binnen een mum van tijd ging de eerste set naar Sliedrecht met 25-7. In het vervolg van de wedstrijd kon VC Weert het de dames van Sliedrecht niet moeilijk maken. Met 2 keer 14-25 was de wedstrijd gedaan. Na het 3-0 verlies een dag eerder tegen het talentteam Papendal staat Ermato VC Weert onderaan met 0 punten. Zolang versterking uitblijft wordt het een moeilijk en kansloos seizoen voor de Weerterploeg. In de Boogse Zaal in Weert vond dit weekend een jubileumexpositie plaats van de Stichting Kunstcentrum Weert. De stichting bestaat dit jaar 30 jaar en het werd gevierd met een stokzeel. De monumentale Boogse Zalen zijn aan een tweede leven begonnen. Ze zijn gemaakt als gymnastiekzalen van het voormalig bisschoppelijk college. Ze maken onderdeel uit van het Lichtenbergcomplex en zijn vanwege hun monumentale waarde behouden. Nu doen ze dienst als expositieruimte. De jubileumexpositie van het kunstcentrum was een stokzeel. Werk van de Weerter kunstenaars die al jaren in de opslagruimte stonden. Op een gegeven moment moet er plaatsgemaakt worden. En dat betekent voor kopers een financieel voordeel. Want de oude werken gaan dan vaak voor een prikkie weg. Het was de tweede en laatste stokzeel van de Weerter kunstenaars. Tot zover de journaalberichten. Dan is het nu tijd voor consumentenvoorlichting. En we zijn vandaag te gast in het Munttheater.
Het is herfstvakantie en daarom kunt u in het Munttheater genieten van de leukste familievoorstellingen. Op donderdag 23 oktober viert Kinderen voor Kinderen het 35-jarig bestaan met hun eerste musical, Waanzinnig Gedroomd. Een voorstelling voor jong en oud, want wie is niet opgegroeid met de liedjes van Kinderen voor Kinderen? Ik heb zo waanzinnig gedroomd. Het was zo mooi, mooi, mooi. Het was echt niet gewoon. Iedereen zei, hou je van mij? Waanzinnig, maar heerlijk gedroomd. Hey, doe je mee? Loop eens weg van die tv, kom uit je stoel, stoel, stoel. Alleen maar blijven zitten is niet cool, cool, cool. Ga je mee met ons op reis? Want samen dingen doen, dat is de allermooiste prijs. Klaar voor de start, klaar voor de start. Op zondag 26 oktober viert Kikker zijn verjaardag in het Munttheater. Dit jaar is het 25 jaar geleden dat hij zijn eerste avontuur beleefde in de bekende kinderboeken van Max Veldhuis. Omdat Kikker jarig is, mogen alle kinderen die naar de voorstelling komen een mooie kleurplaat meenemen voor Kikker. En deze kun je downloaden van www.munttheater.nl. Kleur deze in, knip hem uit en neem hem mee naar de voorstelling in het Munttheater. Na de voorstelling zoekt Kikker de mooiste kleurplaat uit en de winnaar krijgt een lekkere verrassing. De volgende voorstellingen zijn de komende tijd in het Munttheater te zien. Dolf Jansen, de cabaretier die bekend staat om zijn razendsnelle en verrassende verhalen, gaat als nieuwsjager door het jaar heen in zijn oudejaars 2014. Op woensdag 29 oktober is toneelgroep Maastricht te zien met De Broers Karamazov, naar het boek van de Russische schrijver Dostojevski. In dit meeslepende verhaal over drie broers heeft één van hen de moord op hun vader op zijn geweten. Misverstanden, intriges en jaloezie in de nieuwe voorstelling van toneelgroep Weert. Zij staan dit seizoen 2 dagen achter elkaar in het Munttheater met een komedie over een nonnenklooster waar lang niet iedereen zo vroom is als ze zich voordoen. Na het succes van de try-out vorig seizoen komt Hans Lieberg dit seizoen wederom naar Weert met zijn voorstelling Attacca. De belangrijkste verhalen uit zijn leven heeft Ali B. wel zo'n beetje verteld. Tenminste, dat dacht u. Elk mens heeft zo zijn trots, schaamte en verborgen verhalen. Zo ook Ali. Maar in Ali B. bekend vertelt hij de echte verhalen. Kijk voor meer informatie en het bestellen van kaarten op www.munttheater.nl.